Importeur en distributeur Hem Suriname NV heeft vandaag op feestelijke wijze haar nieuw complex in gebruik genomen. Het pand staat aan de Hendrikstraat. De nieuwbouw startte in 2011 en duurde in totaal 7 jaren. Directeur Irene Spangenthal verrichtte samen met haar familie en zakenpartners de opening van het complex. Ze zegt dat hiermee de dienstverlening is uitgebreid en verbeterd. Dat hebben we in petto, wat ik net ook al zei, verbeterde dienstverlening, met name sneller leveren. Dat is een van de punten die we willen doen. We zijn ook bezig met een automatiseringstraject. Dit is het gebouw, maar het automatiseringstraject komt eraan. En als we dat achter de rug hebben, dan kunnen we echt grote sprongen gaan maken. En ja, wij doen al best wel veel online. We hebben al een online verkoopkanaal. En dat werkt al best wel heel goed. En dat willen we nog verder uit gaan bouwen. Samen gaan werken met andere bedrijven. En wij doen dan het leveren en de afhandeling ervan. We werken nu al samen met de Wina's. Dus je kan bij ons alles van de Hem kopen. Tegen groothandelsprijzen, per stuk. En ook hetzelfde geldt voor de Wina's. En dat is dus niet voor de eindconsument zozeer, als wel voor gewoon bedrijven. Dus we leveren bedrijven die online bij ons kopen. Spangenthal zegt verder dat de nieuwbouw ruim 7 miljoen US dollar heeft gekost. Nou, ik wil het wel zeggen. Het heeft alles bij elkaar ongeveer 7 miljoen dollar gekost. Ja, ja. Hele grote investering en zeker voor ons echt een hele grote stap. En we hebben financiering gekregen voor ongeveer 4,5. De rest is wat we zelf hebben geïnvesteerd. Ja, dus spannend. Spannend in deze tijd. Zoals ik al zei in mijn speech, het gebouw is eigenlijk 2 keer zo duur geworden. Want u kunt, u weet wat er is in 2016 is gebeurd. Verdienen in SRD's. Dus maal 2. Directeur Irene Spangenthal van Hem Suriname NV vandaag tijdens de opening van het nieuw complex aan de Hendrikstraat.